Hoe maak je nou dit superleuke mermaid-effect? Nou, het is misschien wel een van de oudste en simpelste nail art technieken die we kunnen toepassen. Het is dus ook echt heel bruikbaar in de salon en dat willen we. Lekker, snel, makkelijk, maar toch ook leuk en een magisch effect. Deze zes zijn bijvoorbeeld prachtig om daarvoor te gebruiken. Diamond Line 73 tot en met 78. Dat is ook wel DL73. Voor degene die al Urban Nails glitters in huis hebben, die zal zich wel eens afvragen van, nou, wat betekent nou die afkorting op de achterkant? Diamond Line 73 is dus DL73. Ik heb daar al hele mooie voorbeelden mee gemaakt. En zoals je ziet, geven ze echt een prachtig effect. Je kunt ze over de hele nagel doen en dan heb je gewoon echt het mermaid effect over de hele nagel. Vervolgens eventjes glanzend aflakken met nekstop. Of je kunt ervoor kiezen om ze als een fading aan te brengen met matte topgel. En met die matte topgel dan krijg je een hele mooie velvet look. En je ziet ook dat de shine helemaal anders is. Dus op iedere manier weer echt een ander effect. Om jullie te laten zien hoe je dat effect maakt, heb ik één zo'n tint genomen om het te laten zien. Ik gebruik daarvoor GP132. En daarmee maak ik een mooi ondergrondje. En die houden we even uit in de sunlight 60 seconden. Na het uitharden gebruik ik Diamond Line 77. Een hele mooie glitter met dus echt zo'n mermaid ondertoon. Dus op alle oranje koraaltinten, nieuw tinten, zal die weer anders opkleuren. Het fluffy penseel die vind ik ideaal voor het inpoetsen van het glittertje. En om hem goed vast te fixeren doe ik hem heel even in de lamp, zodat de glitters niet verplaatsen als je hem aflakt met de topcoat. Na het fixeren in de lamp breng ik de topcoat aan. En met de topcoat is hij helemaal verzegeld, dus die glitters blijven echt zitten tot de volgende nabehandeling. En die harden we ook een minuutje uit in de ledlamp. Met die mermaid glitters kun je ook een heel mooi mat velvet look creëren. En je kunt ze ook niet over de hele nagel aanbrengen, maar gewoon als fading zo van boven een beetje naar beneden. Stel dat je nog uitstekende glitters hebt, dan kun je ze nog een beetje vastplakken. En we gaan ze nog even fixeren in de lamp voordat we ze aflakken. Na het fixeren in de lamp gebruik ik de matte topgel om de glitters af te lakken. En die creëert die mooie velvet look. 60 seconden in de ledlamp en dan heb je een prachtig effect. Zoals je ziet, elke keer weer een heel ander effect. Zowel met glanzende als matte topgel. En ook met kleuren kun je spelen, want echt alle diamond lines die hebben weer een ander effect. En je kunt ze heel eindeloos combineren met elkaar.